Nou, we zijn een vernieuwingsschool, dus we hebben echt in onze missie staan dat we steeds op zoek gaan naar hoe het onderwijs in deze tijd vormgegeven kan en moet worden, omdat de tijd verandert. En bijzondere dingen zijn bij ons bijvoorbeeld het kunstonderwijs. We geven de 4 kunstvakken tot op examenniveau, dus dans, drama, muziek en beeldende vorming. En dat is dat je veel op onderzoek uitgaat naar hoe ga ik de dans nou gebruiken om mij uit te drukken bijvoorbeeld. Kan ik het verhaal vertellen via dans of via theater of muziek of beeldend? Dan maken ze presentaties en dan krijgen ze feedback op van mij, maar ook van medeleerlingen. Ja, en dat heeft allemaal met persoonsvorming te maken. Want langzamerhand leer je natuurlijk heel veel over jezelf en hoe jij in dat soort situaties met dingen omgaat en hoe jij je kunt uitdrukken. De manier waarop wij feedback geven, dat is heel erg gericht op positiviteit. Ja, en dat merk je in de hele school. Dus leerlingen zijn gewend om zelf aan de slag te gaan op een gegeven moment en om ook echt verantwoordelijkheid te dragen. Wij zijn ook iedere dag weer verbaasd hoeveel ze dan kunnen eigenlijk, als je het veel meer bij hen laat. Nou, we hebben een instrument, iSelf, dat is samen met TNO ontwikkeld en met andere scholen. En dan brengen we de leervaardigheden in kaart. En dat is samenwerken, reflecteren, regie nemen en leerstrategieën kiezen. En dat meten we allemaal in jaar 1. En dat gaan we dan ook in jaar 4 meten. En we zijn aan het nadenken ook nog in meerdere leerjaren. En dan kun je echt de ontwikkeling zien ten aanzien van de leervaardigheden. 5, 6, 7, 8. We werken met leerhuizen. Daar zitten dus 4 klassen bij elkaar in 1 leerhuis. Dat is hun thuisbasis. En dat is jaar 1, 2 en 3 in de onderbouw door elkaar. En in de bovenbouw is dat de tweede fase groepen door elkaar. Dat geeft een andere dynamiek en andere mogelijkheden ook om dat ze elkaar kunnen helpen. Nou, ik zou heel graag willen dat naast alle kennis die ze opdoen, dat ze kunnen terugkijken van hey, hoe kwam ik op het Vathorst College nou als leerling binnen? En in welke mate ben ik nou gegroeid als mens? Dus ik vind de vaardigheden in hun zelfstandigheid, ontwikkeling ongelooflijk van belang, maar ook in eigenwaarde, in trots, in zelfverzekerdheid, in creativiteit. Ja, echt er staan als mensen in wording.